Dit is het Hanze Mac Journaal. De blitz maken op de dansvloer is niet voor iedereen even makkelijk. Maar de studenten van de Dansacademie doen niet anders. Om ook alle studenten en medewerkers van de Hanze met twee linkerbenen met sier te laten zwieren, verzorgen de studenten recreatielessen. Je kunt bij de dansers terecht voor ballet, urban en popshow musical dans. Ik denk als je veel studeert en je hebt een druk leven, dat het gewoon heerlijk is om af en toe gewoon een dansles te volgen. En voor mij werkt het heel ontspannend en ik krijg er juist weer energie van. Ook al lever je energie in zo'n les en ook al werk je hard, je gaat wel weg met een stofje die heb je aangemaakt, net zoals bij alle andere sporten. En juist bij dans en met muziek kun je er veel gevoel in leggen en geeft het heel veel bevrediging. Wil jij ook leren pasjes maken? Stuur een mail naar dansacademie@org.hanze.nl. Een wereldrecord op je naam zetten klinkt niet makkelijk en twee al helemaal niet. Toch deden eerstejaars bedrijfskunde, management, economie en rechtsstudenten vorige week een poging. Ze probeerden de grootste sokkenbult ooit te maken en zoveel mogelijk sokken aan te trekken binnen 1 minuut. Iets wat vreemde recordpogingen, maar met een goede reden. Zoals elk collegejaar worden studenten belast met een onmogelijke opdracht die ze binnen 11 dagen moeten uitvoeren. In het atrium kon iedereen die deze studenten een handje wilde helpen zijn sokken doneren. De helden op sokken hebben ruim 1000 sokken ingezameld en deze worden door het Leger des Heils gerecycled tot nieuwe kleding. Nou, je leert hier vooral van om heel snel te organiseren, omdat het gewoon binnen 11 dagen moet het staan. Dus het is voornamelijk heel veel samenwerken met elkaar en goed taken verdelen. De een doet dit, de ander doet dat en dan met z'n allen ervoor zorgen om hier te staan. En een van de records is dan ook daadwerkelijk gevestigd. Ze maakten de grootste sokkenbult ooit. Gefeliciteerd! Roeien is populairder dan ooit onder studenten. Dat blijkt uit een record aantal aanmeldingen dat GIAS tijdens de introductieweek binnenhaalde. Maar liefst 429. Dat is dubbel feest voor de nu grootste studentenroeivereniging van Nederland, die dit jaar ook hun 50-jarige bestaan viert. Jammer genoeg heeft GIAS niet voor alle aspirantleden plek, waardoor een deel werd uitgeloot. Uiteindelijk bleven 326 sportievelingen over om hun armspieren te laten trainen tijdens de zogenaamde afroeiperiode. Iedereen die ingeschreven is bij GIAS heeft dan de kans om GIAS te leren kennen, het roeien te leren kennen. Vinden ze het leuk? Vind ik mijn ploegje leuk? Vind ik de mensen leuk die hier zijn? En na 5 weken gaan we dan onder andere allemaal borrels organiseren. Een kamp geweest afgelopen weekend, wat allemaal heel erg leuk is. En dan kunnen ze na 5 weken kunnen ze kijken, vind ik het leuk? Kunnen ze lid blijven? Vind ik het niet leuk? Dan moeten we laatst afscheid nemen. Dit was het Hanze Mac Journaal. Tot volgende week.